Martijn van Ytterzon, wat mooi dat u in Almelo komt spelen. Wat vindt u er zelf van? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik ben nog nooit in Almelo geweest. Wel vaak in de Tor in Enschede. Al sinds de jaren 90. Dus het is leuk om eens een keertje in Almelo te zijn. Gisteren geslapen in Oldenzaal. Dus mooi weekendje Twente. Hoe vond u de band waar u mee meespeelde? Voor een amateurbackband hebben ze het hartstikke goed gedaan. En het is altijd leuk dat er mensen zijn die de jazz in leven houden, zoals deze band. Speelt u nog op meer soorten gitaren dan op deze? Ik heb 5 gitaren thuis, maar ik speel eigenlijk al 21 jaar alleen nog maar op deze. Ja, dat gaat u heel erg goed af, vind ik. Nou, dank u wel. Waar haalt u inspiratie vandaan? Overal en nergens, ja. Ik speel al sinds mijn 12e jazz en ja, veel naar platen luisteren, collega's, concerten. Noem maar op. Wat is uw grote voorbeeld? Nou, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Mijn jeugdheld destijds, in 1984 begon dat, is Peter Thiehuis geweest. De gitarist van het Metropoolorkest. Nu mijn collega gewoon. En die hoorde ik destijds live in mijn geboorteplaats Leiden spelen, toen ik 14 jaar oud was. En daarvoor had ik al gitaarles gehad natuurlijk. Maar toen begon eigenlijk werd het vuurtje echt aangewakkerd, toen ik hem voor het eerst hoorde spelen in Leiden. En dat is een geboren Almeloenaar. Zeg ik dat goed? Gewoon tukken. Ja, dus, laten we dat doen, ja. U bent altijd in dezelfde muziek geïnteresseerd geweest, of bent ook geïnteresseerd in andere muziek? Nee, wel ik hoor wel van alles natuurlijk, maar ik ben al jong aan de jazz geraakt. En dat komt voornamelijk door mijn vader, die een zeer actieve amateur jazzpianist was. En ook in allerlei bandjes zat. En ook een big band. En als jonge jongen ging ik wel eens mee. En thuis hoorden we natuurlijk vrijwel alleen maar jazz. Maar wel van alle soorten. Dus ja, met spreekwoordelijke paplepel ingegoten gekregen. Komt er nog een keer weer in Almelo? Nou, ik zou het leuk vinden. Ja.